Welkom bij de nieuwe vlog. Na het overweldigende succes van mijn bananencake, al was hij een beetje droog in smaak naar meer met André van Duin in de vorige vlog, een nieuw culinair hoogstandje. Ik ga dit keer een libreienbal maken voor het gezin hier thuis. Wat is nou een libreienbal? Libreien is een heel beroemd restaurant in Zwolle van Johnny Boer en van zijn vrouw Therese. En voordat de gasten komen, moeten die mensen ook eten. Vaak al andijviestampot en dan maken ze een libreienbal. Dat is een bal gehakt, maar dan uit de culinaire klasse. Ik ga dat proberen te maken vandaag hier in de keuken. Zeer benieuwd wat het wordt, want ik ben er niet zo heel erg handig in. En Koen heeft er ook niet zo heel veel vertrouwen in, maar ik ga het proberen. Het is best een beetje spannend, moet ik toegeven, want ik ben geen keukenprins. Zelfs helemaal niet. Maar ik ga het toch proberen. Ik ben geen Miljuska, ik ben zeker geen Jannie. Daar zou ik me niet mee durven vergelijken. Maar ik ga wel die libreienballen maken. Wat gaat erin? Nou, om te beginnen natuurlijk gehakt. In ons geval biologisch gehakt. Ik vind het belangrijk dat beestjes, als ze dan al dood moeten, in elk geval een goed leven hebben gehad. En dan eet je gewoon wat minder vlees. Doen wij ook trouwens, ook niet iedere avond. Biologisch gehakt. Dan 3 eetlepels boter. Er gaan wat eetlepels grove mosterd in. Vleesfond gaat erin. Daar gaan die ballen straks heerlijk in liggen pruttelen. Een beetje paneermeel, 80 gram. Een eetlepeltje zout. Een beetje ketjap manis. Lekker smaakje geeft dat. En, daar ben ik natuurlijk buitengewoon trots op, ik denk dat deze van Plientje zijn, want die is weer aan de leg, nu het weer buiten mooi is. 2 eitjes uit eigen hen. Aan de slag. Dat waren 2 eetlepels ketjap manis. Nu gaan er 2 eetlepels van deze grove mosterd in. En dan nog 80 gram paneermeel en een theelepeltje zout. En dan lekker kneden. En dan gaan we de balletjes lekker rollen. Mooie, ronde, een beetje platte ballen straks. En die gaan dan uiteindelijk op het vuur in het vleesvond. Maar eerst moeten ze zo even lekker rusten. Terwijl het buiten inmiddels 15 graden is, midden in de winter, en Koen lekker in het zonnetje zit, terwijl ik hier in het zweet sta te werken, gaan deze balletjes, die nu dus klaar zijn, gedraaid en wel en een beetje plat, een half uurtje de koelkast in, kunnen ze even lekker tot zichzelf te komen voordat ze zo dadelijk het vleesvond ingaan. Wat een avontuur. Ja. Terwijl de balletjes in de koelkast liggen te rusten, even een nuttig karweitje in de tuin met Kipje Bassie. Kipje Bassie is nu 3 jaar oud, is mank. Al 3 jaar kan niet zo goed lopen en kan dus ook niet op stok zitten 's avonds. En moet zo nu en dan even in bad, omdat ze onder die stok gaat zitten en dat de poep van de andere kippen over zich heen krijgt. Kipje Bassie vindt dat niet zo leuk, ziet de bui al hangen. Maar als ze straks eenmaal het badje gehaald heeft en in het zonnetje ligt te drogen, is ze weer helemaal blij. Dan moet Kipje Bassie natuurlijk weer een beetje droog gemaakt worden. We hebben straks weer een mooi schoon kipje in de ren. Goed zo, Bassie. Yeah. En dan is het grote moment daar. De ballen gaan in de pan. Boter erin gedaan, die is een beetje bruin geworden. Staat te sissen hier. Hier gaan ze. De bedoeling is dat ze om en om bruin gebakken worden. En als dat zover is, dan gaat de fond erbij die hier staat en dan laten we het lekker 45 minuutjes pruttelen, af en toe even omdraaien en dan gaan we eten vanavond. En dit, even oppassen dat ze er niet afvallen, want dat zou een beetje zonde zijn, is dan het eindresultaat, de ballen van de libreien. We gaan ze straks met z'n tweetjes lekker opeten, dat doen we privé, maar voor wat betreft de bereiding, de vlog was er live bij. Zo. De nieuwe elektrische voituur heeft ons hier naartoe gezoefd en we zijn volledig voorbereid met statief en al. Ik maak een draaiende beweging, niet te ver naar achteren, Koen, anders val je tegen die auto aan. We zijn bij State of Art en dat betekent dat er weer een nieuw seizoen aankomt. De lente en de zomer. Het zit in de lucht. Het is 16 graden hier. Heerlijk, midden in februari. We gaan de voorjaarscollectie shoppen zodat ik er op tv weer tiptop uitzie bij de vrienden van State of Art. De vlog is er live bij. Mensen in de hal vragen zich af waarom ik alweer binnenkom. Dat is televisie, ja, alles moet 10 keer over. Hallo. Hallo. Daar komen we gezellig voor. Gezellig, ja. Leuk. Dit is Margriet, hè, dit? Ja. Ja, even zwaaien naar de mensen. Het doemetje vast heet. Ja. Ik doet ze het goed, hè? Ja. Dat is goed, ja. Wat een feest. Nou, het was weer een heel gedoe, maar met de juiste hulp en expertise is het weer gelukt. Binnenkort dit allemaal. Deze heerlijke zomerkleuren op de tv. In het ontbijtnieuws en natuurlijk ook op de Kijk TV in kleur bij Radio Gelderland en in de vlog. Kortom,
al deze schitterende spullen binnenkort in dit theater. Het is lente, midden in de winter. We waren net bij State of Art, nu zijn we weer lekker in de tuin hier met een splinternieuwe polo aan. Want ja, het zonnetje schijnt. En Plientje, ach lieve, lieve Plientje. Plientje is ons favoriete kipje. Plientje is zo tam en zo lief dat ze altijd lekker bij ons wil zitten. Kipjes met dit weer houden ook enorm van een lekker zandbadje. Met z'n allen. Onder de boom. Oh, hij loopt ook al. Ja, hij loopt ook al. Gelukkig kan jij dat dan weer hebben. Oh, nee toch, hè? Ja. Er is paniek bij RTL, want er zijn een aantal weermensen verdwenen in hun Tesla. En, ja, zo ik dacht dat een elektrische winkelwagen. Oh, als John eenmaal toeslaat. Ja, elektrische winkelwagen, ja, dat was monisch. Oh, nee. Ja. Dus er worden weermensen gezocht en het liefst een dame, begrijp ik. Ja, we hebben al zoveel mannen hier in de ploeg. Dus, wat moet je kunnen? Wat moet je met al die mannen? Hè? Wat moet je kunnen? Nou, als weerman. Wat moet je kunnen? Ja. Nou, je moet natuurlijk verstand hebben. Kom eens dichterbij. Weer, oh, dichterbij. Ja, dichterbij. Ja, oh, nee, dat is weer zo, te dichtbij. Zo dichtbij. Nou, probeer het weer eens. Ja, okay. Mensen thuis daar. Ja. Ja, je moet natuurlijk verstand hebben van het weer. Ja. Dus een meteorologische achtergrond. Opleiding ook? Ja, dat zeg ik. Ja. Opleiding in de meteorologie. Je zou het aan jou niet zeggen. Oh, de code of conduct. Neem je die kaart. Ja. Geen amateurs dus. Nee. Professionals. Ja. Die inderdaad verstand hebben van het weer. Ja. Affiniteit met het weer natuurlijk. En het weer fantastisch leuk vinden. Ja. Jij toch ook, of niet? Vind ik zeker. Ja. Oh, ik durf het bijna niet te vragen. Heb jij affiniteit met het weer? Dat zeker. Ik kijk er iedere dag naar. Maar zou ik misschien een testje kunnen doen even? Jij werkt niet met de autocue, hè? Nee, ik werk niet. De autocue staat hier wel aan. Maar dat is alleen voor het verkeer. Ja. Voor het weer doen wij geen autocue natuurlijk. Nee. Maar nu ga ik dus een testje doen met het weer. Ja. Hier heb ik deze. Jij hebt hier de klikker. De klikker. En dit is vooruit, zeg maar. Oh, dit is vooruit. Dus ik klik nu en dan ga ik zo hier. Oh, daar zie je wat wij zien. Ja, achter je. Achter mij. Helemaal niks. Groene wand, hè. Dit. Ja. Daar ga ik. Daar ga ik niet aan in beeld natuurlijk. Nee. Dan ga ik zo. Ja, en dan zeg ik, en dan nu het weer. En wat ik zie hier zijn tamelijk rommelige lijnen. Wat betekenen die lijnen, William? Dat zijn isobaren. De isobaren die zijn schrikbarend aanwezig, zie ik. En als ik op dit knopje druk, dan komt het dan volgende gaat er kaartje. Wat gebeuren. Ja, er gebeurt helemaal niks, William. Staat hij wel aan? Ik hoop het. Ja, dat is altijd zo'n dingetje. Slechte televisie, dit. Nou, hij staat gewoon aan. Hij staat gewoon aan. Pam. Ja, zie. Ja. Kijk, daarvoor moet je weer. Oh ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. Nou, er beweegt nu van alles en ik druk weer op een knopje en dan. Oh, kijk. Kijk, het weer. Het weer. Het komt er deze heel dichtbij. Nou, je ziet dat het enorm zonnig wordt vandaag. En dat het vrij fris is. 4 graden is niet ver. Ja, nee, dat is koud. Nee. Als ik dan weer op een knopje druk, zie je dat het vanmiddag langzaam wat beter wordt. Je moet af en toe wat aanwijzen. Ja, je moet gewoon even kijken. Zo. Ja, zit ik nu boven Nederland? Ja. Het wordt enorm warm vanmiddag. En dan uiteindelijk, dan druk ik weer op dat knopje, dan zien we de vooruitzichten die langzaam het beeld inlopen. En dan is het alweer klaar volgens mij. Ja, nou ja, dan sluit je af met... Dan sluit ik af met... Dat was het. Dat was het, ja. Zoiets, ja. Kom er even bij. Ja. Denk je dat ik geslaagd ben? Ja, nou, ik denk dat een paar keer oefenen. Maar, ja. We zitten toch met die opleiding, hè? Ja, oh, ik moet een opleiding volgen. Ja, een opleiding volgen, ja. Oh. Ja, want jij bent... Niet geschoold. Niet geschoold, nee, op geen enkel gebied trouwens. Nee. Voor dit vak moet je echt wel een beetje meteorologisch achtergrond. Even serieus, we zoeken dus iemand. Ja, we zoeken iemand. Die dus echt er verstand van heeft. Ja, een meteoroloog, weerman of vrouw, bij Buienradar. Ja. Welkom solliciteren. Solliciteren moet je. Op de website van Buienradar, maar ook bij RTL, vind je bij de vacatures gewoon de plek van waar je kunt reageren. Aan het eind van deze vlog dan nog kort wat antwoorden op de vragen die jullie via Twitter gesteld hebben. Martin en Karin de Haan, vrienden van de show, schrijven: je hebt kipje Bianca gered. Hoe ging dat? Nou, we zaten in het huisje achter mij hier, het tuinhuisje aan een glaasje. Je hoort trouwens de militairen een beetje oefenen op de achtergrond. Plotseling bij de kippenren een hels kabaal. En toen bleek er een buizerd op Bianca geland te zijn. Een roofvogel. Wij daar naartoe. Met een oerkreet ik. Vandaar dat ik nog steeds een beetje schor ben om de buizerd weg te jagen. Dat lukte. Maar Bianca lag op de zij tegen het achterhek aan. Toen we erop tilden bleek gelukkig dat ze nog leefde. En dat ze onbeschadigd was. En ze gaat nu iedere dag een klein beetje vooruit. Al was ze wel enorm in shock. Ze zegt een half uur bij me op schoot zitten. Trillen het arme beest. Maar het gaat langzaam beter. En dat is dan ook het antwoord op de vraag van Dirk Lucas. Hoe is het nu met Bianca? Joke van der Haven vraagt: hoe lang ben je al met Koen? We zijn begonnen bij de kroning van koningin Beatrix, toen ze koningin werd. Het is inmiddels 39 jaar geleden in april, dus al heel lang. En we zijn nog steeds verliefd. Hoe mooi kan je het hebben? En dan Nico van der Veld die vraagt: hoe bevalt de Kona?
heel erg goed. Het is onze nieuwe elektrische auto. Hij rijdt fantastisch. Doordat de accu's op de bodem liggen, die als een blok op de weg. Je hebt 205 pk en dat is ineens beschikbaar. Dus je gaat er als een raket vandoor als je dat wil. Kleine nadeeltjes zijn dat die achterin heel erg krap is. En dat je nogal nadrukkelijk het geluid van de banden hoort van binnen. Dat had wat beter geïsoleerd kunnen zijn. Maar een fantastische auto. Dat was het voor deze vlog. Tot de volgende.